Ja, Yassine Azaghari. Een paar weken geleden stond je hier ook voor de camera. Toen had je net je debuut gemaakt. Nu heb je je eerste profcontract getekend. Het kan snel gaan, hè? Ja, het kan super snel gaan, inderdaad. Hoe voelt dat? Ja, super. Natuurlijk hard voor gewerkt. Mijn debuut mogen maken. En dit nog net in de vakantie erbij gekregen. Ja, dat is alleen maar lekker. Ja, want de mensen hebben al een beetje kunnen zien wat voor speler je bent. Maar wat kunnen ze van jou verwachten? Ja, ik denk een hele energieke middenvelder. Die, ik denk als je naar me kijkt, wel echt plezier afstraalt van het voetbal. En iemand die, denk wel tot de laatste minuut wel volle bak wil gaan voor alles hier zo. Wat zijn een beetje jouw doelen komende jaren? Het is vooral veel leren misschien, maar nu heb je eerst profcontract getekend. Nu wil je meer, denk ik. Ja, tuurlijk. Je wil altijd meer, maar ik ben nog jong. Maar ik moet eerst mijn plekje proberen te veroveren bij één. En vanuit daar gaan we kijken naar alle andere mogelijkheden. Nu even genieten. Nu zeker genieten. Komt goed.